Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een podcast over wielrennen, Arrière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Yes, en dan zijn we weer, Pedro Rij, also known as Peter de Koning. Hoe is het, Peter? Hoe heet je tegenwoordig eigenlijk? Of heb je geen bijnaam meer sinds dat je niet meer koerst? Nee, eigenlijk niet. Niet echt een bijnaam, nee. Heb je ooit een bijnaam gehad? Maar in Australië noemen ze me Stilt. Stilt. Zo, het vliegtuig of op een andere manier? Nee, Stelten. Oh. Dat was grappig, want ik kwam eigenlijk net aan in Australië voor de eerste keer. En dat was alles een beetje onwennig. En ze hadden net een nieuwe surferskoers gekregen. En we hadden een Australische ploegleider, maar met een afkomst uit Italië. Dus die was best wel klein. En die gingen rek ophangen waar we fietsen in moesten. En ik zeg, ik hou me wel even vast. Dus ik kon gewoon op de grond staan in plaats van op de trap staan. En dat rek boven mijn hoofd houden. En dan konden we hem vastboren. En toen zegt hij van, het lijkt wel of je stelt hebt. Of stilt van in het Engels. En toen zegt hij van, toen hield hij eigenlijk wat erin. Hij stilt. Het bleef dat een beetje zo. Gewoon de lange Hollander was je dus. Ja. Ik dacht stelt van dat je gewoon heel zachtjes, zonder dat niemand het merkte, zo door het peloton heen schoot. Ja, snap ik. Nee, dat was het niet. Beetje undercover bedoel je. Ja, een beetje undercover. De boel. Altijd hard werken voor anderen, niet echt. Dat ook wel een mooie bijnaam geweest, toch? Had ook gekund, zeker weten. Zo, het is weer een tijdje terug dat we elkaar gesproken hebben. Inmiddels de Giro natuurlijk geweest en we zijn alweer bijna op naar de Tour de France. We gaan binnenkort weer een mooie live podcast opnemen tijdens het NK wielrennen. Samen met onder andere Marijn de Vries en Maarten Tjelingi. Daar kunnen mensen zich overigens kunnen er ook bij aanwezig zijn. Ze hoeven zich daar niet voor op te geven, maar ze kunnen er wel bij aanwezig zijn. Wat is er allemaal gebeurd de laatste week, Peter? Praat eens eventjes bij. Wat is er allemaal je opgevallen en waar heb je aan gestoord? Waar heb je heel veel plezier aan gehad? Hoe staat het ervoor? Nou ja, we hebben natuurlijk de Giro gehad, hè. Dat was de grootste koers de afgelopen weken. En nu tijdens Dauphiné zien we allemaal weer een heel compleet nieuw peloton. We hebben de dominatie gezien van Pogacar, daar veel over gezegd, veel over geschreven. Ik denk wel dat we nu in de tijdperk zijn waar we over 10, 20 misschien later zeggen van zo, dat is echt heel indrukwekkend heeft laten zien. Hij lijkt zo heel makkelijk te winnen. Hij lijkt gewoon op reserve rond te rijden. Het doet me toch erg ook wel een beetje huiveren af en toe. Van denk ik, het zal toch niet zo zijn dat we over een paar jaar denken van fuck. Hij komt voor de gek houden. Maar goed, dat is minder in mijn hoofd dat spoken dan dat ik er heel erg van geniet. Want dat doe ik eigenlijk nog steeds. En als ik dat vind ik wel heel erg mooi. Wel gezien dat peloton in de breedte net wat minder is. Ik mag ook graag strijd zien. Maar ik vind dit ook wel heel erg vet eigenlijk. Ja, en heb je het verhaal van vandaag nog gehoord dan, wat er buiten kwam, dat hij ook nog eens een keer tijdens de laatste Giro-etappe wilde niet zijn haar blond verven. Nee, niet blond. Hij wilde ze eerst blond verven en daarna wilde hij dat ook roze doen. Ja, Uska had roze haarverf mee. Ik vond het fantastisch. Ik hoorde het in de podcast toevallig. Ja, precies. En ik moest er goed op lachen. Ik denk, dat had wel vet geweest. Ja, zie dat ook. Wat hij gewoon zo goed doet, is dat hij zoveel credit opbouwt, gedurende zo'n hele grote ronde. Ja. En niet alleen bij de fans en bij de volgers en journalisten, maar ook gewoon binnen het peloton. Hij krijgt echt respect ook vanuit renners. En als je kijkt bijvoorbeeld zo'n jongen die van Badiani, die dan een t-shirt voor krijgt en zijn bril. Ja, dat doet hij onbewust wel gewoon heel erg goed om dan niet echt zieltjes te winnen, maar wel gewoon iedereen vriend te houden in een soort van dat het is. Ik ben niet zo van sommigen zeggen, hij moet meer ritten weggeven, want dan ben je meer sociaal, krijg je wat terug. Er zit natuurlijk wel wat in, maar ik vind gewoon als hij de beste is, en het is sport, en hij mag ook gewoon winnen, het hele team werkt ervoor, dus ik vind het een beetje flauwkul om hier naar cadeautjes te geven. Ik vind dat hij het heel goed doet op alle vlakken, en dat ziet hem. Ja. Ja, zeker. Ja, en hij is gewoon op dit moment veruit de beste. En dan kunnen ze natuurlijk, we gaan het zo nog wel even over de Tour hebben. Dan kunnen ze wel zeggen van, Vingegaard is nog steeds de favoriet, zeggen ze bij UAE. Maar dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Want er is maar één iemand de grote favoriet en dat is volgens mij Pogacar.
En hij heeft ook echt een bizarre grote gunfactor. Kijk, wat Evenepoel totaal niet heeft, voornamelijk in Nederland, dat heeft Pogacar wel. En als je dan gewoon kijkt dat Pogacar eigenlijk de grote tegenstander is van de Nederlandse ploeg, dus eigenlijk misschien wel de grote vijand is van de Nederlandse ploeg, ja, zo voel ik dat echt totaal niet. En ik denk dat heel veel wielerfans dat met mij zullen beamen. Ben ik helemaal mee eens. Ja, ik vind het wel genieten. Als je ook gewoon ziet, in zijn hele uitslagenlijst of in de rankings. Hij heeft gewoon dubbele punten, twee keer zoveel punten als Mathieu van der Poel bijvoorbeeld over het hele jaar gezien. Dat is toch wel insane. Ja, en hij is ook het hele jaar goed. Kijk, vorig jaar wordt hij natuurlijk de Ronde van Vlaanderen. Toen heeft hij daarna ook het supergoed gedaan in de Tour. Dan werd hij tweede. Ja, zou het een van de eerste renners kunnen zijn die in één jaar de Giro, de Tour en de Vuelta zou kunnen winnen? Nee, natuurlijk nooit, hè, maar ja, als ik het nu zo zie, dan denk ik dat hij voor de Tour de France op dit moment, vind ik hem wel de topfavoriet. Ja, en als je de Tour wel gaat winnen, why not? Hè? Zeg, ga je nog een gok doen om de Vuelta te rijden en als helemaal niks wordt, dan maar niet. Maar het zou wel heel bizar zijn natuurlijk als hij überhaupt de Vuelta gaat starten, maar als je de Tour gewoon hebt, ja, dan heb je de twee van de drie en dan zou ik gewoon proberen om de Vuelta ook te winnen, denk ik. Ja, het zou wel vet zijn, want vorig jaar was het natuurlijk Jumbo-Visma, die alle drie de grote rondes won. Die won natuurlijk de Giro met Roglic, die won de Tour met Vingegaard en die won uiteindelijk de Vuelta met Sepp Kuss. Het was er nooit gebeurd dat een team dat in één jaar deed. Het zou toch wat zijn als Pogacar een jaar later dat nogmaals gaat herhalen, alleen dan in zijn eentje. Ja, weet je, het is niet eens heel ver van zijn bed, joh. Het zou zomaar kunnen. En dat is niet op het, als iedereen supergoed is en topvorm is, is het heel erg lastig. Maar goed, ja, we hebben gewoon gezien hoe hij nu op niet half gas, maar even goed wel hard gereden heeft. En nu goed rusten. En dan nu eigenlijk meer de vraag, wat gaat hij daarna doen? Ik denk, van Olympische Spelen, één dag koers, daar ga je ook niet heel veel slechter van worden. Kan niet zomaar naar de Vuelta gaan en iedereen verbazen. Ja, precies. Dus ja, het zou er zomaar in kunnen zitten, Peter, dat één renner... Ja, kijk, en hoe zwaar telt het, hè? Ik denk, als zou jij de drie grote rondes in één jaar kunnen winnen, is dat groter in mijn ogen dan de Tour en de Giro winnen en dan bijvoorbeeld wereldkampioen worden? Ja, nou ja, zeker. En kijk, wat het natuurlijk ook gewoon is, met alle respect, de Giro heeft daar niet heel diep hoeven te gaan. Het was ook een Giro die echt wel speciaal gemaakt was om hem te lokken, zodat hij daarna ook nog de Tour kon rijden. En als je dan nu gewoon gaat kijken, het leek bijna wel een veredelde trainingsstage. Ja, hij is veruit de grote favoriet voor de Tour. En als hij die Tour ook goed doorkomt, want ja, hoeveel tegenstand gaat hij ondervinden? En een gehavende Evenepoel, een gehavende Roglic, een gehavende Vingegaard, die gaan hem niet zomaar pakken. Die hebben echt wel een gaatje in hun training aanloop. Dus ja, wat houdt hem tegen om die Tour te winnen? Ik denk eerlijk gezegd dat hij de Tour net zo makkelijk gaat winnen als deze Giro. Dat denk ik ook. Ik ben heel benieuwd. Ja, en als we dan even kijken naar de andere koersen, de laatste periode. We hebben dan de Giro gehad. Op dit moment is de Criterium du Dauphiné bezig. Een van de grote aanlopen richting de Tour. Samen met de Ronde van Zwitserland, die iets later in deze periode straks wordt gehouden. Nou ja, op een gegeven moment een hele mooie overwinning. Ik dacht eigenlijk... Toen Israël won, dat denk ik, had ik eigenlijk nooit bedacht dat dat G zou zijn. Maar wat een gigantisch sterke uitslag reed die eventjes. Ja, echt super vet, hè? Ja. En we gaan even een long shot doen als Dark Horse Tour. Schrijf hem maar op. Ja, maar denk je echt dan voor het klassement? Niet voor klassement, maar gewoon dat ik denk dat hij dit... Ja, vorig heb ik natuurlijk zo... In de Giro rondgereden van niks kwam te gek eigenlijk. Ik denk dat we niet gaan zien gelijk in top van het klassement of wat dan ook. Maar dan gaat het wel de koers kleuren, laat ik het zo zeggen. Ja, dat denk ik ook zeker. Maar meer als rittenkaper dan. En als je nou gewoon kijkt... Ja, hij is ook nog niet eens zo... Hij is 26 jaar. Hij is op de top van zijn kunnen. En vorig jaar liet hij zich natuurlijk al even zien. Ik vond het ook al best wel raar dat hij dit jaar de Giro niet reed. Israël heeft al aangegeven dat ze hun team volledig om Chris Froome gaan heen bouwen. Maar die zakt er nu alweer heel snel in de criterium die Dauphiné doorheen. Dus dat zal betekenen dat namen zoals Derek G daar zeker de kans krijgen. Het zal me niks verbazen als zo'n G daar ook zomaar succesvol zijn. Misschien wel één, misschien wel twee.
ja, ik weet nooit wat er gaat gebeuren, etappes kan pakken. Dat zal me in ieder geval niks verbazen. Precies, nou, ja, want ik vind het heel veel te kijken. Hij zat 7 keer in de kopgroep in de Giro, waarvan 6 keer top 5. En daarvan die 6 keer top 5, 4 keer de tweede geweest is in die ritten. Dus ja, dat was wel echt de hele Giro toen gekleurd. De tweede in het puntenklassement, tweede in de bergklassement. Ik denk dat hij in de Tour zomaar eens dit jaar zoiets kan gaan evenaren. Ja. Ja, en het grappige is dat in dat soort koersen waarbij de toppers nog niet helemaal goed zijn, Roglic, Evenepoel komen er niet aan. Normaal gesproken zouden die dit soort sprintjes wel redelijk gemakkelijk moeten kunnen winnen. Maar dan komt er in één keer als derde een Brit, Lucas Narrocker. Had je ooit van hem gehoord? Eerlijk gezegd niet. Nee. Ik zat er wel snel op te kijken toen hij zo goed reed. En ik zie hoe zijn uitslagen die gereden is, maar hij heeft niet hele grote koersen gereden. Wel opvallend dat hij er zo staat. Ja, wat mij is niet net opgevallen. Nee, en dan zo Raymond Grégoire, die dan tweede wordt. Een van de grote talenten van Groupama FDJ, samen met natuurlijk Lenny Martinez. Staat ook al op de Tour de France, dat hij dat gaat rijden. Ja, dat moet natuurlijk ook wel voor hem een hele mooie uitslag zijn. Daar zal hij super blij mee zijn. Maar ook gewoon mooi om te zien dat de usual suspects er toch niet aankomen. En dat we zomaar een keer wat nieuwe namen bovenaan krijgen. En dat maakt het toch wel steeds mooier, hè? Zeker. Ja, en ik genoot ook van de rit van de wind van de Magnus Wout Nielsen. Die is toch wel echt een renner naar mijn hart. Ik vind het echt een mooie gast. En goede herinnering aan ikzelf. Nog dat ik heb gekeken hoe hij dan de boel oprolde eigenlijk. Toch heel erg knap hoor. Al 27 zegens in zijn carrière. Maar van 5 in de Tour, 2 in de Giro, 4 in de Vuelta. Ja, dat is toch echt wel een serieus goede renner. Hey, goede aankoop van Unix. Jij zegt mooie herinneringen. Kan je nog eentje ophalen? Nou, ik was op een gegeven moment met Matek in 2011, 2012 denk ik. Toen reden we in Denemarken rond. En dan was daar de koersen en er waren dan 3 dagen achter elkaar zo'n sprintje bergop eigenlijk. En toen hadden we daar echt voor het eerst van hem gezien. Nou, hij was eerst als belofte. En toen vloog hij al die klimmetjes op. Toen was hij een sprint en toen won hij gewoon. En denk je, ja, wat is dit, weet je wel? Wat komt hij vandaan? En toen bleek hij dus gewoon zo goed te zijn eigenlijk. Dat hij 2 jaar later prof werd en dat hij daar gelijk al mee deed voor de prijzen. En dat was zeer indrukwekkend, want iedereen had het erover. En dat was gewoon super knap. Ja, het is wel mooi. De Deen tussen de Noren. Hij staat overigens ook op de shortlist voor de Tour de France. Staat hij met 5 Noren en dan Magnus Kurt. Als je dan ook gewoon even gaat kijken. Hij staat er toch altijd weer in deze periode. Hij wint nu dan die etappe 2 van Garnana Col de la Loge. Tour of Noorwegen kwam hij nog niet echt helemaal aan. Terwijl dat echt wel etappetjes waren voor zijn kwaliteit. Dit jaar eigenlijk nog nergens heel goed gereden. Bijvoorbeeld in de Ster van Bicherche werd hij op een top-etappe werd hij vijfde. Als je dan kijkt naar wie dan daar boven hem eindigde. Onder andere Leroux, Bicheguer en de Bond, Hiefingberg. Nou, dat zijn niet de namen die je dan allemaal verwacht. Dan denk je, nou, die moet je kunnen hebben. Wat zou nou zijn kracht zijn en zijn specialiteit dat hij altijd in deze periode zo ontzettend goed kan pieken? Nou, ik heb het hard gevallen in het Tirreno Adriatico. Dan heb je er echt wel bijna 2 maanden uitgelegen, 2 maanden niet gekoerst. Dus daar krijg je een flinke knauw van. Daarna, als je dat eigenlijk zo'n periode eruit legt, want een beetje meer de tactiek natuurlijk, want in het geval is geen tactiek. Maar vroeger in mijn carrière probeerde ik ook het begin een beetje een soort van over te slaan. En dan zorgen net even beter ben dan de rest. En hij lijkt dat ook altijd een beetje te doen. Niet heel bewust, maar dat net een beetje piekt. Als die anderen een beetje klaar zijn. Dus je zag hem ook niet per se pieken in de voorjaarsklassiekers. Maar net even daarna dat je al die ritjes op kan pikken. En dan zodoende eigenlijk dat kan winnen. Ja, en dat is gewoon heel erg vet. Ja. Nou ja, we gaan hem sowieso straks weer zien in de Tour. Als we wel even de Tour kijken. De eerste namen worden al hier en daar een beetje gelekt. Als we even gewoon wat namen noemen die interessant zijn. Als we eerst even naar de sprints kijken. Er staat bijvoorbeeld op dit moment De Maar, een Philipsen, een Cavendish. Staan erop een Van Poppel, die overigens op de shortlist staat. Maar niet met een sprinter, dus dat is ook wel interessant. Bahrein, die ook niet echt met een sprinter komt.
En Kokaar staat er op dit moment op. En Marijn van den Berg staat er op dit moment op. Even kijken, een Geert Meij staat erop. Dus dat is ook allemaal echt wel, wel interessant. Mats Pedersen en een Fabio Jacobsen. En dan zijn we nog wel het een en ander vergeten. Want Dylan Groenewegen die staat ook op de shortlist. En niemand anders dan, Anna de Lee. Dat zijn toch al best wel wat namen waar we veel sprintgeweld van kunnen verwachten. Of zal het net zo tegenvallen als de Giro, waarbij we heel veel namen dachten en uiteindelijk maar tussen een paar personen ging? Nee, nou, ik vond het wel heel mooi wat Fabio Jacobsen zei in de podcast voor de Giro. Hoe meer sprinters er zijn, hoe meer teams ook gaan focussen op een sprint of hopen op een sprint. Dan gaan ze ook daarmee meer controle krijgen op het peloton, waardoor je vaker de sprint krijgt. En dat zag je eigenlijk deze Giro ook wel, hè. Er werden soms op momenten iets meer gecontroleerd, ook wel sommige sprints pijn proberen te doen. Maar daardoor was het toch wel redelijk vaak een sprintje. En als je sprint, hoe vaker die is, hoe minder vertrouwen de vluchters hebben, des te vaker een sprint wordt eigenlijk. Hè, bijvoorbeeld de Vuelta die ik toen meedeed. Ik weet nog goed dat er eigenlijk van begin af aan te kort controle was voor die massasprint. Dat ik elke dag grote groepen op pad ging, ook in de vroege vlucht. Dat het soms super lang duurde en eigenlijk elke dag een vlucht was. En ja, dat zag je. Die trend zag je nu eigenlijk in deze Giro heel goed. En er was gewoon te veel controle voor omdat de vluchters dan minder eigenlijk hopen. En dan zie je dat er minder trekken groepen weggaan. En dan krijg je vaker de sprint. En dat zou zomaar deze Tour ook wel kunnen zijn. Maar goed, het is even goed loodzwaar genoeg. Want je ziet renners die, of etappes gewoon waar veel klimvermogen nodig is. Ja, dan gaan die sprinten toch wel moeilijk hebben. Maar ja, dat weten we pas als het over is. Ja, en als we dan even kijken naar gewoon wat andere namen die er al op staan. Op dit moment Bahrein met Poels en een Mohoric. We gaan het zo nog even hebben over Unbound, als we dit stukje hebben gehad. Daar hebben we Mohoric dan ook natuurlijk weer eventjes die we kunnen beetpakken. Carapaz, die overigens niet de Olympische Spelen mag. Die heeft de strijd verloren van Jonathan Narváez. Ook wel logisch, toch? Ja. Wel zonde om zijn titel niet te kunnen verdedigen. Nou, Thomas staat ook weer op. En Pidcock staat erop. En dan Jumbo-Visma is wel leuk. Of Mr. Visma, Lise Bijk. Vingegaard, Koes, Benoot, Jurgensen, Kruiswijk, Laporte, Trakniet en Van Balen. Dat zijn er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat zou zomaar het alle team kunnen zijn. Of denk je dat er nog iets in gaat veranderen? Nee, dat zou maar zo zijn dat het team is. Je moet allemaal, ze hebben een hoop blessureleed en zieke zweer binnen Visma Lise Bijk. Dus ik denk dat we wel goed gaan kijken welke mensen zijn fit genoeg. Kijk, zo'n Laporte, die viel ook van tegen bijvoorbeeld. Ja, misschien staat hij er wel richting de Tour, omdat dit gewoon misschien net nodig had en daarvan hersteld en een goede trainingskamp hebben dat duur is. Dus dan ren ik wel het super goed meenemen natuurlijk. Maar ja, dat gaat echt gewoon denk ik last niet bepalen. En als het klopt wat ze zeggen, dat de Vindicat bijvoorbeeld misschien wel niet meegaat. Ja, dat hangt ook natuurlijk af van het team wat je meeneemt. Dus zullen even afwachten wat ze gaan doen. Want dat zal heel veel bepalen. Ja, precies. En als je dan verder kijkt, Enric Mas. Nou ja, top 5 lijkt me. Misschien het podium. Als hij in goede doen is. Dan Theo Gigan Hart ben ik echt heel benieuwd naar. Want vorig jaar in de Giro werd hij echt heel goed. Evenepoel, nou, tot nu toe nog een beetje onzichtbaar in de Dauphiné, maar is ook logisch. Ja, benieuwd hoe die dat dan gaat doen. Dan komt Bardet en Barguil namens het team DSM. Vind ik toch altijd grappig dat Barguil dan daar zo samen met Bardet voor team DSM 4 met die PostNL gaat rijden. Stefan Williams, ook echt benieuwd naar. En natuurlijk, hier staat hij nog niet eens bij, maar volgens mij hebben ze laatst gezegd dat Chrissy Froome toch echt een man gaat zijn bij Israël. Daar ben ik ook echt heel benieuwd naar. Ja, en voor de rest Simon Yates bij Jayco Alula. Dat zijn toch wel de eerste namen die daar het meest aanspreken. Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. We gaan natuurlijk de komende periode het in de gaten houden en kijken hoe dit zich verder gaat uitbreiden qua lijst. Dan wil ik het nog even een beetje hebben over Unbound. We volgen het eigenlijk al een paar jaar best wel intensief. Ik moet toch zeggen dat ik het elk jaar nog weer een stukje leuker begin te vinden. Ja, zeker. Is leuk, hè? Ja, iets meer gehoopt op een betere lijfsticker en dat je iets beter kon volgen en daar wat beelden of zo. Maar het is gewoon iets heel anders. En het heeft ook wel weer wat dat het mysterie van hoe gaat het met dat je niet weet waar het is. De hele dag een beetje af en toe wat volgen, een beetje hier en daar wat meekrijgen. Net als bij wijze van spreken op een wekkerradiootje ertoe volgen. Weet je, dat gevoel misschien wel een beetje. Ja. Maar ja, het is gewoon een hele bijzondere koers.
Ja, en als je dan kijkt... Met een fantastische winnaar. Ja, zeker. Toch wel uiteindelijk een World Tour renner die wint. Petje af voor Thijs Zonneveld. Ook mooi om te zien dat Piotr Havik toch weer laat zien dat hij gewoon een gigantische motor heeft. En dat hij dat gewoon al lang al door een World Tour team opgepikt had moeten worden. Maar ja, dat het toen blijkbaar anders liep. Ik weet nog wel eens een keertje met, hoe heet die jongen ook weer? Floris Geurts, of hoe heet die ook weer? Die gozer die... Gerts, ja. Die werd toen opgepakt door BMC, ook groot talent. En die maakte toen niet helemaal het waar. Maar het is toch wel bizar om te zien hoe het soms zo'n carrière kan lopen. En dat dan zo'n ene renner niet wordt opgepakt. Hetzelfde verhaal van Jan-Willem van Schip. En de andere weer wel. Ook een beetje jouw het verhaal dan. Wat zou dat toch zijn? Dat soort goede renners dan toch buiten zulke teams vallen. Terwijl ze wel in zo'n wedstrijd als dit zo gigantisch goed rijden. Ja, het hangt van heel veel factoren af, hè. De motor moet erin zitten, de kop moet goed zijn. Dan moet je een beetje een soort teamspeler kunnen zijn. Als je niet te veel winnaar bent, want als je veel winnaar bent, dan mag je een beetje anders zijn dan de rest, over het algemeen. Het stukje teamplayer is wel heel erg belangrijk ook. Hè? Dus ze nemen niet voor niks bepaalde renners mee die de sfeer goed houden. Daarmee de team vooruit brengen, vooruit trekken als het ware. En als dat niet helemaal past, of dat je een kans gekregen hebt, of dat ze weet hoe je bent binnen andere teams, ja, dan ga je gewoon soms de boot missen. En dat hoeft altijd niet op kwaliteit te zijn, maar het is dan gewoon persoonlijk of van horen van, of geen goede manager hebben, of wat dan ook. Ja, dan loopt het gewoon op. En die sprong is van heel dun, hè. Ik luisterde toevallig ook een tip voor de luisteraars, podcast van Brian Zeeman over talent. Interessant om te horen. Ja. En dan hebben ze het ook gewoon over dat je soms bij de jeugdopleiding in voetbal, hoeveel clubs hebben we al niet de jeugdopleiding met 100 jeugdspelers? Ja, en als je kijkt hoeveel totaal aantal voetballers met een Eredivisie, is dat bijna niks vergeleken met alle opleiding die er is. Nou, dat is natuurlijk met de wielersport net zo. Ja. Er zijn zoveel jeugd en zoveel goede renners die de prof zouden kunnen worden, maar dan worden maar van de 100 misschien 2 of 3 echt prof. Ja, en dan nummer 4, 5, 6. Ja, dat zijn misschien net zo goed als die eerste. Maar ja, die lopen er net wel erbuiten. Ja, nee, daar heb je ook natuurlijk helemaal gelijk in. Maar goed, in ieder geval viel het wel op. En natuurlijk, we hebben eerder al gehad dat Ivo Slik toen won, leek opgepikt te worden, toen weer niet. En nu zijn eigen eenmansteam is. Overigens blij om te zien dat het weer goed met hem gaat. Want het was wel echt heftig. Hij kon ook weer zelf terugvliegen. Weliswaar werd hij in een rolstoel erheen gereden. Maar toch goed om te zien. Dan nog wat andere overige dingetjes. Heb je al eens gereden met Robert Stannard? Nee, maar dat is wel van goed. Ja, die is dus met terugwerkende kracht voor 4 jaar geschorst. En het mooie is dat hij dus met terugwerkende kracht geschorst is van 2018 tot en met 2022. Dus hij is eigenlijk alweer schorsingvrij. Bizar, hè? Ja, en hij moet wel dan ook nog eens een keer, dat is wel flink... De Internationale Wielerunie wil dan een flinke geldboete aan hem geven. Die overeenkomt met 70% van zijn gemiddelde salaris in 2018 en 2019. Dat heb ik nog niet echt eerder gehoord. Dat soort dingen ook nu worden gedaan. Is dat nieuw voor jou? Nee, dat heb ik niet gehoord dat het zoveel is. Want ja, dan krijg je bruto salaris en dan moet je belasting betalen. Ze halen dus gewoon niks over. Ja, en als je dan kosten in woning betaald hebt als talent zijn. Want dan was nog steeds talent in die jaren. Of tenminste... jonge prof, dan je huur en je dure leefkosten in Girona woning volgens mij. Ja, dan moet je dat flink oplappen. Ja, helemaal als je natuurlijk al een mooie tijd niet meer rijdt. Ja, maar goed, aan de andere kant goed dat ze natuurlijk gewoon volle bak nog steeds bezig zijn met goed, dit soort dingen. Alleen ja, wel een beetje, hoe zou ik het zeggen? Een beetje gedateerd, dus misschien ook een beetje voor de bühne. Maar goed, we zullen het zien. Er is natuurlijk ook weer zo'n berichtje uit Frankrijk dat een of andere Fransman nu weer Pogacar ook van doping beticht. Dit keer ging het om Philippe Saudet. Nou, nog nooit van gehoord, maar die zegt hij is niet moe. Hij gaat lachend naar boven, zegt de Fransman. Typisch Frans, ook een beetje jaloers gedrag neem ik aan. Hè? Ja, zeker. Ja, dat maar het zit ook een beetje in die Franse cultuur, hoor. Vind ik. Ja, precies. Wij zijn de beste en als iemand anders beter is, dan doet hij dat waarschijnlijk door middel van vals te spelen. Ja, precies dat. Ja, dat is wel zo. Ben ik met je eens. Oké, maar goed. De Tour komt er weer aan. We gaan de komende weken daar alvast een beetje van de voorpret genieten.
Misschien nog even leuk, Peter. We gaan dus een live podcast opnemen met onder andere Marijn de Vries en Maartje Linky. Waar moeten de mensen precies heen? En wat gaan we precies doen? Ja, dus we gaan na de afstandelijk van het NK gaan we doen. Dat is bij buitenplaats Beekhuizen. Boven allee 1 in Velp. Dat is aan het proeven van het NK. Dat is bij de Emma Pyramide. Daar hebben ze is ook een restaurant Woods, heet dat. Een heel mooie buitenplek waar we een mooie locatie hebben om het NK te bespreken. En over allerlei mooie onderwerpen aan te snijden. Waar Marijn de Vries, Jan-Willem Trummelman en Maartje Linky dan dingen kunnen vertellen. En ik denk zeker dat het interessant is om aan te sluiten en te komen. Entree is een donatie aan de natuur. Dat weet je, geïnteresseerd daar wat aan toe te doen. En verder zeg ik gewoon: iedereen is welkom. Kom gerust langs om met ons kennis te maken. Een keertje, dat is ook leuk. En de podcast te volgen. Zeker. En alle leuke verhalen naar het NK. Zeker. Nou, dus be there. En in de tussentijd gaan we natuurlijk ook nog wel een keertje wat voorpretten opnemen over de Tour de France. Peter, aan jou het laatste woord. Ja, op naar een mooie periode, denk ik. Het ziet er allemaal leuke dingen uit en mooie dingen vooruitzien. Dus en hopen dat het weer een beetje beter wordt, dan kunnen we iets meer fietsen buiten. Ja, wat fiets je nog een beetje? Ja, ik ben toch een klein beetje mooi weer fietsen geworden, hoor. Maar ik hoop wel een klein beetje een ritme erin te houden. Nou, ik zou zeggen, geniet lekker van de fiets en we spreken elkaar snel en we kijken uit naar de Tour de France. En dan kunnen we vast een beetje zo'n, want we hebben vorig jaar zo'n liedje laten maken. Le soleil brille, il fait beau, c'est l'heure du Tour de France. Kijk, als je dit dan hoort, krijg je toch helemaal een beetje zin alweer in die 3 weken Frankrijk, hè? Zeker weten. Nou, laten we die woorden afsluiten en dankjewel Peter en ik spreek je gauw weer. Yo, hoi. Dank jullie wel weer voor het luisteren. Volg ons op Facebook, facebook.com/podcastoverwielrennen. Twitter, of X moet ik zeggen, @overwielrennen. Instagram, podcastoverwielrennen. En ga ook eens kijken op onze website, www.podcastoverwielrennen.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast over wielrennen. Arrière de la course.